Hallo mensen! Hallo! Jullie hebben net gezien wat we gaan doen. Ik heb een super handig plastic tasje bij me. Ik zie nu dat ik helemaal wit ben trouwens. Nou en? Ja, maar gewoon door! En kijk, wat ik dacht, ik liep hier net al langs, want ik sta er al een half uur. Ik dacht, we nemen dit winkelkarretje mee. Maar die zit helaas vast. Ja, dat is jammer. Nou, we kunnen er ook gewoon twee meenemen. Ja, maar kijk, dat is toch kut. Kijk, dit zit helemaal vast. Jouw schuld. Zie je, dat zit vast. Ja, dat nou, kun je dan niet meenemen. Dan niet. Nee, dan niet. Joh, dan niet. Ik had hem wel mee willen nemen. Ga je nou, godsamme. Maar we gaan dadelijk eerst naar de appie. Dan gaan we even wat drinken en hij gewoon alles kopen. Ja, want ik heb een kleine studie van mij vanmorgen nog pas een berichtje. Ja, eten mee. Je hoeft niet langs de appie. Jawel, ik wou wel naar de appie. Ja, maar eerst, dat staat hier. Hier. De hier. De hier. Hier, kijk. Hier. Oh, een mooie telefoon. Nieuwe. Een S2 man. Oh, serieus? Ik heb een Galaxy S3. Nou, eigenlijk moeten we eerst daarheen. Plum. Dan. Doe je. Ik knal bijna tegen de kruis. Oh ja, dan moeten we nog eigenlijk daarheen. Neem je eigen eten mee, ik kan. Je wie ik ze koop naar Appie. What the fuck? Met mislukte mijn gecombineerde Boers, Zweeds en Oostenrijks en Russisch accent. Oké. En ik weet niet, zie je nog wat van mijn wang? Ik heb geen idee. Want Dylan, die deed gisteren, die wou me laten schrikken. Ja, maar ik sta twee millimeter van die deur weg. En hij doet met zijn voet en zijn hand gewoon zo doenk. Dus dat had ik een paarse wang. En dan vraagt hij vanmorgen, doet je wang nog pijn? En wat denk je zelf? Kut. Ja. Ja, maar ik ga naar de appie, ik zie jullie... Nou, dit is daar zijn we... Opnieuw! Ja, daar zijn we weer. We gaan nu naar de appie. Naar de appie heen. Want we hebben eten nodig om mijn plastic zakje mee te vullen. Ja? We lopen nu nog niet eens. Oké, ik ben er eigenlijk gewoon... Ja! Dan een gratis wifi! Nee. Een gratis wifi. Ja. Net nodig, nee. Oh, dat lekker warm. Oh, dit is een lucht kan ik niet mee. Ja, pak maar. Oké. Dat lijkt ook wel handig. Wat? Zouden we dit nodig hebben? Zouden we dit nodig hebben? Ja, dit is lekker. Hoe duur? Er zijn wel handige 2 euro. Dingen die gewoon op straat gaan eten. 2 euro. 2 euro. Ik laat het nog even staan. Gaan we gewoon lekker broodjes pakken? Nou, gewoon normale broodjes. Ik zeg broodjes. Broodjes. Hier. Hier. Oh, we hebben het. Broodrammen of broodjes? Broodjes. Oké, welke broodjes? Dan kunnen we best wel een zak krentenbollen meenemen. Oké, ik lust alleen 6 broodjes. Ja. 1 euro. Jouw geld. Mix er maar in. Nee, doel stokbrood, baguettes. Ja, dat allemaal geen junkfood of iets, denk ik, handig is. Hartstikke gezonde jongen. Oh. Wat is dat? Heb je geen beleg nodig? Wat dan? Wat nemen we? Nemen we een... Kunnen we beter aan het smeerwoord? Nee, daar hebben we geen mes. Nee, ik hou niet van smeerwoord. Nee, ik ook niet. Dan moet je iets plakjes nemen. Nee. Kabouter plopham! Wat dan? Wat was het? Serve. Ja, jouw geld hè? Ja. Oké. Dan ben je gewoon een winkelmarkt. Ja, maar als we dat winkelkarretje hadden kunnen meenemen. Ja, kom, we gaan daar gewoon even terug. Jawel, dan kunnen we daar onze shit in houden. Ja, maar je moet de hele dag gaan sjouwen in de winkelmarkt. Ja, dat is toch niet erg? Dan kun je er ook in zitten. Dan kan ik jou duwen. Ja, echt niet vooruit als er ook eten. Ja, echt wel. Nou, wat doen we hier? We gaan toch eens vlees kopen? Raar, wat ligt er in mijn karretje? Oké, dat is waar. Pakjes? Nee, man. Ja, wat dan? Weet ik veel.
Voor siroop. Gewoon een en al dit, geen water. Ja, heb ik een keertje per ongeluk in mijn glas gedaan, want ja, daar was ik bij. Geen Doritos, want die zijn pittig als ik weet niet wat. Nou, niet altijd. Hè. Ja, maar toch moet je er eigenlijk water bij. Hé, hey, drinken! We nemen gewoon een pakje mee. Dit is toch ook een pakje? Kijk, kijk, een pakje! Kijk! Een pakje! Ja, pakje ook. De rest is weer eens, we gaan zo wel terug voor dat winkelkarretje. Ja. Als we dat kunnen meenemen, dan hebben we echt helemaal, dan heb jij geen last meer van een plastic zakje. Duw ik hem wel. Vijf meenemen. Wat gaan we nou doen? Kunnen we een aantal appels meenemen? Dat is toch niet goed? Oké, okay, appels. Kijk even. Ja, die zijn niet goed. Hoezo niet? Kijk dan. Het is helemaal beurs en vies. Kijk, het is een beurs. Oh, ik dacht dat ze tegen mij zijn. En wat doen we hier? Hier kunnen we toch niks? Ik loop gewoon. Ja, maar het is geen normale winkel. We hebben alleen maar... Kunnen we niet iets van de plastic? Kunnen we niet dit meenemen? Ook wel handig. Zit er geen prik in? Nee. Nou, goed. Span. Die neemt lekker zijn eigen zooi mee. Dus Dylan neemt lekker je eigen zooi mee. Ja, maar is het wel handig om te weg? Nee, dat doen we niet. Dan nemen we een snoepzakje. Die. Nee, die zijn te... Wacht. Wat dacht je van een pak koekjes? Ja! Welke pak koekjes? Nee, tikkie. Huisjes. Wel eentje waar lekker veel in zit. Ja, betaalde. Hier, super lekker, maar er zit nul in. Ja, hier liggen ze ook, hè? Ja, maar er zit een 12 in, dat is een beetje fijn. Nou, pak hem mee. Nou, we nemen er gewoon een, hè. Het zijn jodenkoeken. Stroopwafels met blek. Eks! Nee, die vind ik niet. Jodenkoeken. Stroopwafels, want dat is de goede buitenkant. Waar gaan we dan? Hoi. Wat gaan we nou nemen? We hebben dit. Ja jongen, wij gaan 4 rolls koek meenemen. Nee. Het verschrompelt helemaal tot kruimels. Oh, dit is wel handig om mee te nemen. Wacht, ik weet nog ergens zoveel snoep. Kom. Wat wil dit bijnemen? 10 euro. Kijk hoeveel. Oh, waar kwamen we niet vandaan? Ja, dat is jou. Maar hier ergens beneden. Hier, lekker. Oh, er zit ook nog wat in. Oh jee. Ja. Kom. Andere kant. Ja, daar ga ik dus nu voor naartoe. Maar het wordt gratis reclame. Eigenlijk. Verwacht hij nou wel een 20 euro te krijgen? Oké, jongens. Zo. Een auto erop. Auto. Auto. Daar boven. Auto. Nog alles? Nee. Wacht even, eerst even kijken. Kijk maar gewoon, je waren M&M's. We gaan kijken. Kauwgom? Kom, we gaan kauwgom meenemen. Nee, mag ik kauwgom? Ik wel. Wat is een beetje een normale, lekkere kauwgom? Geen idee. Pak het, neem deze. Oh. Zijn we klaar? Ik heb geen idee hoeveel. Oké. Je wou toch nog een snoepdingetje? Ja! Het zijn stuitballen. Nee, waar is die dos? Ja, nee, maar dat vertel jij eens. Betalen we allebei de helft, oké? Ik heb jou mijn 5 euro en dan geef jij gewoon 25 euro aan die mevrouw. Voor mij mag die 5 euro wel op. Voor mij is het maar 15 euro of zo. Eieren! Neem mijn eieren mee! Je bent een beetje te veel. Ja, oké. Mensen, wij gaan even pauze houden. Dylan die is echt... Even laat. Ja, we hebben beter gehaald, dat hebben jullie al gezien. Wij zijn echt... Dylan is in ieder geval fucking ongeduldig. Elke 10 seconden belt hij. Ja, Willem wel. Oh, we hebben niet aan een mes gedacht, maar. Nou, en ik scheur hem altijd open. Een broodje scheur ik altijd open. En we hebben drinken, hè. 2 van deze grote flessen. De Keizer rugtas, echt verbaande. Ja, maar het zit in mijn rugtas in de winkelkar. Ja, maar het valt nog. Is het lekker? Makkelijk. Oké, nou, dan gaan wij even eten en dan zie ik jullie weer, denk ik. Of er moet wat leuks gebeuren. Of we gaan nog een keer ergens pauze houden. Of we zijn met dit. Als ik een pakje brood kan maken. Ja. Jezus. Zo, weet je. Die staan kapot. God. Wij zijn weer de alle koekjes even wat verrot. Oh, het is alleen maar de eerste. Oh. Maar ik had het even een pakje kapot gemaakt. Nou, heb ik gefilmd daar. Ja, dat staat er ook op. Dat zien jullie.
En we hebben een winkel kan gember voor met kibbeling. En tassen. En we zijn nu echt bijna bij Dylan, dus we gaan naar Dylan, want Dylan zit echt, ik krijg net een berichtje. De fucking 2 uur dat jullie op weg zijn. Dus we gaan naar Dylan. We zijn er weer. We gaan even pauze houden bij Dennis huis. Hell yeah, man. Turbo! Lukt je wel. Lukt je wel. Wat de hel? Wat doe je nou, Dylan? Jongen, jongen. Dit is toch niet lief? Hoe kun je? Staat op camera, hè, dit? Nekker! Jongens, beetje rustig houden. Het komt op camera, hè, dat weet je. Het gaat niet, dan ga je erin laten. Ah, je bent even rustig. Weet je rustig? Dat is een. Nou jongens, gaan jullie maar even lekker door. Hij kan het niet. Er bestaat vrede. Er bestaat vrede. Ja, er bestaat wel. Boeit ons dat. Jongen, Kai. Kai, rustig. Rustig! Nee, dat ding niet stuk! Nee, dat ding niet stuk! Ja, ja, serieus! De stad, de schaap, de weg! Ja, ja! Daar zijn we weer. Ja. Ja, een hele aardige meneer. En we zijn nu bijna aan Beatrixpark. Kai heeft net een wagentje gesloopt. Ik heb net een wagentje gesloopt en een bal. Ja, dat zeg ik net. Ja, een bal gepakt. Gaan we zo meteen met kutten. Mooie tas. En prachtig. De vrouw in het huis ging naar. Ja, die we hadden helaas geen verkeersbordjes kunnen meenemen. We hebben wel een souvenir van dat autootje. Die nu in het water ligt. Ja, nou man. Let's go. Gewoon door. Excelsior. FC Heineken. Nee man. Doe even niet. Ja, Heineken, zo heet onze juf. Eigenlijk wel. Ja. Heineken, hou je mond daar. We zijn nou bijna bij het Beatrixpark, daar is de ingang. Veel te donker eigenlijk om voor jullie te zien. Ik ga... Nee, het ding staat een beetje zwak, omdat het dan de batterij langer moet. Ja, maar... Hey mensen, we zijn even aan het rennen. Wat een mooi uitzicht, moet je kijken. Met een mooi tentje. Oejo! Kijk! Oh, dit is leuk! Kut, het is water. Water. Ik ga echt een minuut wandelen verwijderd van mijn opa. Ik wil daarin spelen. Kijk, ga maar kijk, zo. Trainen. Zo. Ga maar zo springen. Dat groen maar daar. Wat onze zwemmers willen mee moeten nemen. Ik heb mijn broertje vroeger op school. Ik herken dit. Ah, dan kan onze zwemmers willen mee moeten nemen. Kijk, ja, daar is groener dan als het goed is. Ja, klopt. Ja. Hoe de fuck kom je nou op? Ja? Tille. Allright. Niet op Google Maps, hè? Nee, ik heb geen internet. Oh, kom, we gaan even voetballen. Ah ja. Ik wil op dat eilandje, wil ik. Ja, ik ook. Maar om hier een slootje te gaan springen... Waar is die slim? Nee, wat is mijn nat worden? Ja, ik ga niet helemaal rondlopen, ver. Maar. Een papiertje!
Kijk wat er in het papiertje zit. Waarschijnlijk een of andere tekening voor een schoolkindje. Jezus! Plakbandje. Oh. Plakbandje. Er zit echt niks in, dan moet je opletten. Huh? Ja, kon er ook niet beter een schaar meenemen? Ik wou mijn zak met mij nemen, maar... Nee. Ik denk, maar waarvoor hebben die nou nodig? Voor dit soort dingen? Dus ik denk niet dat Kai ineens random dingetjes van de grond op gaat rapen. Dat zal wel niet gebeuren, denk ik. Mooie tekening! Wat is dat voor kaart? Wat een mooie tekening! Uh-oh. Oh, dat is jammer. Oké, nou, we hebben een mooie tekening gevonden. Yeah, van Davy. Nee! De Davy! Arme Davy! Of Dave, of wat zou er ook onder staan? Dani. Oh, Dani! Hey Dani, we hebben een tekening van je gevonden! Ik dacht, Davy, geef een reclame. Go! Kijk, hier staat DF en dan Dani. Dus Dani, als je deze video kijkt, niet van wie de tekening is waarschijnlijk. Dylan zegt net, DG Dani. En Dylan is Dylan Games. Dus Dylan, ik wou gewoon reclame Dani, maken, je hebt weer een vliet klojo op je arm. Beste vriendjes, la la la. God, ze moeten we hier voor Appie verwijden. Ja, we willen dat winkelkarretje. Hij is open. Oh ja. Nou, dan gaan we even naar binnen om wat te eten. Ja, maar jij bent ouder dan hem. Ja, één dag. Je zit ergens in. Alleen dat winkelkarretje kan niet naar binnen. Dus dan gaan we hier even in de fietsenstal zetten. De fietsenstal? Ja, dan, wat gaan we halen dan? Even kijken. Ik ben even van plan om te halen. Ik ook niet, dus ik blijf maar vier. Ja, maar wat kunnen we daar dan wat halen? Drinken! Ik blijf wel even hier. Pak maar drie Fanta of zo. Zullen we even de kar organiseren? Ja, doe maar. Kijk eens wat mooi de kar nu is. Ongelooflijk. Hij gaat gewoon opnieuw. Oké. Hallo mensen, bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze gloednieuwe video van de eerste vlog.